Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, beste dames. Hier ben ik weer. En vandaag kom ik weer een potsysteemje voorstellen. Ik wou eerst een vergelijking doen, maar ik kon ze apart doen. Vandaag kom ik al voorstellen de Smoand S8 Pot Starter Kit. Je ziet, niet groot, ik heb mijn hand erbij uit, maar een handpalm, groter is het niet. En als je dat doortrekt, komt er nog een stijving duimpje naar voren. Zie, uiteen, dit is een potje, dat is een toestelletje. Meer is het eigenlijk niet, maar dat zijn die potsystemetjes ook niet. We gaan dat even van dichtbij bezien. Ik kan even laten zien hoe dat hem juist marcheert, waar dat je hem oplooit, hoe dat je hem vult. En als je dat allemaal hebt gezien, dan hebben we in een even review ingeblikt. Goh, kom nog wel dichterbij. Lekker, kom maar dichterbij. Zo, daar leidt de doos. Een klein beetje uitzomen. Zo. Hier in deze doos komt, oela, omdraaien. Smoand. Je ziet, ik heb de black versie. Ik weet niet of dat hem nog in andere kleuren komt, want ik kan er nog niet echt veel van vinden. S8 Pot Starter Kit. De doos. Je ziet. De onderkant. Als je me af en toe hoort nezen. Mijn excuses ervoor dan. Maar het zit wel met de snotters. Voilà. Alles wat er gaat inzitten. Eén Smoand S8. Eén certificate. Eén warranty card. Eén micro USB charging line. Eén user manual. En één needle bottle. Zeggen ze. We gaan dat eens bezien. We gaan dat doosje open doen. Als we dat doosje open doen, het eerste dat we tegenkomen, uitleg van saltnicotine, want ze raaien echt aan in het toestel om saltnicotine te gebruiken. Use nicotine salt e-liquids for better experience met de S8. Voilà, ons kortje. De uitleg van hoe het te vullen. PGVG waarde, wat zeggen ze hier? Kaartje iets voor 5 tot 8 minuten dat je ze gevuld hebt laten liggen. Omdat je zou ze 5 keren kunnen hervullen en dan zouden ze moeten wisselen, dan zouden we elkaar versleten zijn. En de best rate VGPG is 70-30, maar not lower than 60-40. Otherwise cause oil leaking. Dat is straf. Ze raaien hier aan van 70-30 te gebruiken. En of ten leegste 60-40. Vijg jij dan het hoogste. Want als je te dun gaat, like als een Muller, dat zou er gewoon uitlopen. Dus dat moet je er zeker niet in gebruiken. Voilà. Dat hebben we dan ook weer al gehad. Dat is straf. Dat ze aanraaien van dikke liquid. Natuurlijk gaan we kouwe rapper, maar anders durft hem te lekken, zeggen ze. Zit nog een kortje bij met hoe dat je het moet gebruiken, in het Chinees en in het Engels. Er zit een hele loopkaart bij. Hè. Hier zit nog een warranty kortje bij. En er zit zelfs nog een user manual in. Je user manual was tot daar allemaal op. Wat dat wil zeggen, als de battery life is over 30%, slowly blue light, lower than 30%, krijg je een red light, een rood lichtje. En als het aansluit aan de prijs zal het iets flashen. Het detect short circuit, poor connection, charging. Staat er ergens iets. Oeh. Ik weet het dat hem. Eerst nog iets op. De batterijcapaciteit is 370 mA. Het potcapaciteitje is 2 ml. De coil resistance dat erin zit is 1,3. De grootte is 86,6 op 48 op 12,8. En de output is 3,3 tot 3,4 volt. En een light up om 5 volt om 0,5 ampère. Voilà, low battery protection,
charging protection, short circuit protection en overuse protection. Dus je kunt hem niet te warm trekken. Een kortsluiting zal hem zeggen, een batterij zal hem verwittigen en je kunt hem niet overlaaien. Voilà, dat is dat al. Dan krijg je natuurlijk eerst een badge erin te zitten, een S8 op padsysteem. En wat zit er hier dan nog in? We krijgen hier dan in dat doosje dus een USB-kabel en een needlepunt flesje. Wel handig voor dat te vullen, moet ik wel zeggen. Het is alleen niet handig als je dat in een zak stikt. Want als je dat te veel in een zakje zit, zo op ringetje, gaat dat hier van boven, deze, gaat beginnen afschuren. En dan zit hem in een natte broek. Dat is het nadeel van deze needlefleske, vind ik. Maar voor thuis, voor een potje thuis te vullen, is dat heel handig. Maar ja, dan moet er natuurlijk wel liquid er ook in geven. Goed, dat hebben we ook weer al gehad. Veel meer valt er eerst een beetje niet meer te vertellen. Dat was alles wat er in het doosje zat. Dat doosje dat doen we terug dicht. Dat leggen we opzij. En we pakken ons potje erbij. Je ziet het potje hier. Ik weet niet wat je het met licht invalt. Hier een USB. Het is wel een fingerprint. Een vingerafdrukmagneet. Want minstens dat je het vastpakt, staat er niet op. Maar ja, met dat blinken, dan heb je dat altijd wel. Hè. Het machientje dus zelf, 370 mA. En hier hebben we dan een potje. Nou, ik heb hier nog een reservepotje. Dat komt dan in zo'n doosje. En dat zit dan in zo'n zakje dat je open scheurt. Ik zal het in zo, je scheurt dat open. En hier zit uw potje. Je ziet zelfs niks op die contacten, dat vind ik wel straf, want in dat eerste potje dat erbij zat, zat er wel iets op. Dus hier zit niks op die contacten, daarom dat ze dat in zo'n gesloten zakje doen waarschijnlijk. Zo. Nou, dat potje. Hier zijn de contactpunten, die twee middenste gauw, en deze zijn magneten. Nou, je ziet. Qua magneten zijn ze goed stevig, je kunt er zelfs mee schudden en dat blijft goed hangen. Dus het zijn heel stevige magneten. Voor te vullen heb je hier aan de zijkant, ik ga een beetje inzoomen. Hier aan deze kant heb je een rubber lippetje. Dat moet omhoog trekken en dat is dan direct eigenlijk het grootste minpuntje vind ik. Dat ze dat lipje veel te klein gemaakt hebben en ik krijg dat amper met mijn vingers open. Je moet serieus frullen als je geen nagel zit. En dan krijg je hier een gotje. Ik vind het wel jammer dat ze niet langs twee kanten. De rollout badge van Smok bijvoorbeeld eigenlijk langs twee kanten. En dan kan er extra lucht in. En dat is iets gemakkelijker voor het te vullen, vind ik. Nou ook, af en toe loopt dat wat scheef. Dat gewoon aan de ene kant liquid zitten en aan de andere kant niet. Dan moet je dat topje eens even open doen. Dan komt er wat lucht in. En dan kun je dat zo een beetje verplutsen aan de andere kant. En dan loopt dat wel beter door tegenover dat je dat dicht doet. Dan loopt dat geen knaap door en dan blijft er altijd een luchtbel in zitten. Dus dat is een goede raad die ik geef. Dus af en toe, je ziet, ik doe hem dicht en ik zit weer te knoeien. Af en toe even zo open doen. Maar ik moet ook wel zeggen, het gotje is zeker groot genoeg. Ik zal eens een flesje erbij pakken. Ik heb hier 20 mg saltnik. Zo. En dan vul ik dat hierbij. En je ziet, het is groot genoeg voor zelfs met zo'n flesje nog een beetje ruimte te hebben, voor toch wat lucht te hebben. Maar ja, ik heb het toch beter gevonden als het langs twee kanten had geweest. Maar dat is dan weer mijn mening. Zo, we gaan dat afkussen. We zijn schoon, proper en droog. Aan de binnenkant hier zie je ook weer, de buitenste zijn die twee magneten die aantrekken om die magneten van deze. En in het midden heb je ook contactpunten die contact maken met deze. En voor de rest is het gewoon een systeem. Je ziet, ik weet niet of je het kunt zien op camera. Als ik dat erin doe, zie je even een blauw lichtje flikkeren. Dat wil zeggen dat hem connectie maakt. En dan is het gewoon trekken en je moet geen knopje duwen. Dat tamt ineens. Nergens geen knopje. Het is met je eigen zorgkracht dat je toestelletje in gang zit.
en op die manier dus eigenlijk ongedaan produceert. Hè. Als je dan ook ziet hoe we kool, ik kon eens wat dichterbij komen, ik weet niet of dat gaat lukken. Hoe kool zit hier van binnenin, echt zo een watje duidelijk kooltje neer. Dus dat geeft eigenlijk nog wel redelijk wat smaak voor zo'n klein toestelletje te zien. Doordat dat met een echt kooltje werkt, vind ik dat eigenlijk niet slecht. Zo hè, voilà, dat was de close-up. Je ziet, met mijn vettige pollen, hier dat toestel staat al vol. Ook wel een beetje een nadeel. Ik zou iedere kleurtje kiezen, denk ik, waar dat ik dat niet mee heb. Maar goed, dat was het. Ik kom terug naar boven komen. Want meer heb ik over dat ding niet te vertellen. En ik kon er nog wat op dampen en mijn final decision geven. Yo, hier zijn we terug. Hier zijn we terug. Niet slecht. Ik moet zeggen, ik heb al veel potsystemen ooit proberen geweest de resultaat. En ze hebben allemaal wel hun eigen ding zo. Hè. De Hexa, perfect stelt dingetje van in de vleger of zo. De deze geeft dan toch weer een klein beetje meer damp. En het goede neon vind ik dan weer dat je erin doet wat je wilt. Ze rooien wel aan saltnik en dat is ook wel. Dan kun je hoog in nicotine gaan en dan kun je veel meer erin uithalen. Want je hebt maar een klein dampje natuurlijk. Maar je ziet, het tampje van deze dingetje is eigenlijk toch al wel een beetje te hard voor hem in het geniet in het vleegtoog te doen, want ik denk, als je een goeie halsenband doet, ik ga dan even zien dat er toch nog altijd redelijk wat taappoorten op mijn mond gekomen en dan uit de niks aan dan weer niet. Maar, op een ander punt, voor gewoon op straat, dat komt wandelen ze en je wilt geen grote wolken duwen of ergens waar dat je zit. Dat je geen grote wolkje kunt blazen, is dat wel een goed potje deze, vind ik, voor tussendoor een trekje op te doen. Voilà, dat was mijn review van de Smallwind S8 Pot Starter Kit. Ah wel, ik ben er content van. Ik weet zeker dat dat vanaf na altijd in mijn zak gaat zitten voor af en toe een nicotine shotje te pakken. Mannetjes, ik zou zeggen, pak allemaal al een domper erbij en zeg het samen met mij, ik ga nog wel op mijn potje sluiten. Laat die domp maar komen.